De regering heeft nog een groot project dat tot ontwikkeling gebracht zal worden in West-Suriname. De bauxietproductie zal op korte termijn nieuw leven worden ingeblazen. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi optekenen tijdens zijn bezoek afgelopen weekend aan het resort Kabalebo in de district Sipaliwini. Het staatshoofd benadrukte dat er reeds een commissie is ingesteld om de bauxietproductie in West-Suriname weer op gang te brengen. In de komende weken zal bekendgemaakt worden welk bedrijf wil investeren in dit gebied. Hij deed ook een beroep op de plaatselijke bevolking om zich voor te bereiden op deze ontwikkeling. Dat we selecteren en dat we wijzen toe aan bedrijf die zich kan beginnen op dit proces van 1, 2, 3, 4 jaar. Maar die ontwikkeling komt ook. Maar al deze dingen gaan eisen dat jullie je kinderen op tijd naar school moeten sturen om bepaalde richtingen te gaan studeren. En dat naar een beroepsgerichte richting, een technische richting. Dat bij ontwikkeling ook komt. En wat jaren onderwijs kon ja zo. Met een agrarisch onderwijs kon, met een toerisme onderwijs kon ja zo. Maar ook een onderwijs in een richting voor bauxietontwikkeling. Maar als je op die Egyptische zaak, want je appartement, want je hotel, dat we je training dat bij. Maar hiervoor moet er voorbereiding getroffen worden door de presidentiële commissie en DC. Al de zaken moeten tijdig voorbereid worden. President Santokhi hield de bevolking voor dat Suriname zich nu bevindt in een fase van stabilisatie en groei. Hij is ervan overtuigd dat er nu meer investeringen zullen komen die op hun beurt meer groei voor de samenleving zal brengen. En dat groei ook betekent dat jullie bij Ogo Moro boeren. Maar in tak hoor patiëntie, in tak abi bribi. En de regering die zie, ala imgo, luku, deze kapitein, luku melis me konja. Maar ala lis me konja zo, meli boasan Abraham van ijsfabriek. Ala lis me konja zo, meli boasan Abraham van bakkerij. Ala lis me konja zo, me potwa concreet project brede. Tien me konja zo, verlichting. Start voor passie. En dadelijk ook opo, a start voor gemeenschapshuis. Ik laat een spoor achter van ontwikkeling. Een spoor achter van goede toekomst. Een spoor achter waar mensen gaan zien, ja, aan een regering die zien wat toekomst de. President Santokhi benadrukte de vastberadenheid van de regering om meer ontwikkeling te brengen in het Kabalebo-gebied.